Woerden gaat nog steeds gebukt onder corona. De winkelstraten zijn vrijwel uitgestorven en de avondklok is verlengd tot begin maart. Klein lichtpuntje is dat niet-essentiële winkels nu wel bestelde goederen mogen afleveren. Woerden heeft het zwaar, zegt ook burgemeester Victor Molkenboer. Het is buitengewoon zwaar voor heel veel ondernemers, maar ook voor inwoners en jongeren. En zeker ook de avondklok, dat is geen prettige situatie. Als we kijken naar de mogelijkheid voor ondernemers om spullen af te laten halen. Dus men mag de winkel open hebben, een stukje daarvan beschikbaar houden om spullen die digitaal besteld zijn af te halen met een tijdslot. Dat is best allemaal ingewikkeld, want hoe moet je als gemeente gaan controleren of iemand iets afhaalt binnen dat tijdslot? En, ja, hoe doet u dat? Dat moeten de BOA's dan denk ik doen? Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Waar wij op gaan letten is dat er voor de winkels geen rijen staan. Want als er rijen staan, dan is er geen goed tijdslot. Maar we kijken op de effectiviteit en hoeveel mensen er voor die winkel staan. En als wij de indruk hebben van er staan zoveel mensen voor die winkel, dat is niet goed geregeld. Dan grijpen we in en praten we met de ondernemer. Maar het begint echt te knellen. Ik hoop van harte dat we toch in maart toch weer wat kunnen versoepelen. Maar goed, we zitten natuurlijk met de Engelse variant. Heel veel mensen zeggen, is het nou nodig? Want het loopt helemaal niet zo hard op. Maar als die Engelse variant wel doorzet, dan zijn we te laat. Hè? Dus je weet pas altijd later of je maatregelen effectief zijn. Dus ik kan me best voorstellen dat het kabinet het daar heel lastig in heeft. En dat dat een lastige keuze is. Ik vind het wel verstandig dat ze nu nog wel de avondklok verlengen. Want je kunt niet de avondklok afschaffen en later weer opnieuw invoeren. Dat gaat niet. Ja, alles kan, maar dat zal maatschappelijk niet werken. Heeft u de indruk dat die avondklok daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van het aantal besmettingen? Nou, dat is zo moeilijk te zeggen. Want we hadden daarvoor natuurlijk ook al een pakket maatregelen. En je kunt er dus niet statistisch uithalen wat de bijdrage van die avondklok is. Wat je wel ziet is dat het grosso modo, ondanks het Engelse virus, het redelijk stabiel iets naar beneden gaat, ondanks dat die druk van die Engelse variant zo hoog is. Dus blijkbaar slagen we er met het totale pakket in om de boel beheersbaar te houden. En de vraag is nu of we het beheersbaar houden de komende tijd en dat het Engelse virus afneemt. Daar zijn nu ook alweer, is nu ook alweer sprake van. Zich minder toch verspreidt. Ja, en als dat gebeurt, als dat aangetoond kan worden, dan kan het kabinet weer zorgen voor soepeler maatregelen. Ik ben in ieder geval erg blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Ik ben het met iedereen eens. Dit is voor iedereen een hele vervelende en soms onmogelijke situatie. Ik hoop van harte dat we er snel vanaf zijn. En dat lukt ook alleen maar met vaccins. En dat schiet ook niet echt op. Dat is jammer, want daar ligt eigenlijk de oplossing als iedereen gevaccineerd is. Er is in de maatschappij natuurlijk nogal wat te doen over al die maatregelen. Een grote groep mensen accepteert ze en ziet het nutten van in. Maar er zijn ook veel mensen die grote vraagtekens plaatsen bij wat er aan maatregelen wordt getroffen. Mm. Tot aan mensen die in complottheorieën denken en die denken dat het allemaal een opgezet verhaal is. Leeft dat ook in de gemeente Woerden? Komen daar bijvoorbeeld signalen over binnen bij de gemeente? Ja, zeker. Ik krijg er ook mensen schrijven me brieven erover. Willen met mij daar over in debat. Soms schrijf ik terug. En bij sommigen denk ik, daar kan ik beter mee koffie drinken. Want dat wordt wel erg ingewikkeld om dat allemaal uit te schrijven. Zeker. Verontrust u dat? Hm? Verontrust u dat? Nee. Iedereen heeft het recht om alles te vinden. En zich daarover te uiten. En daarover in debat te gaan. Ik vind wel, Nederland is democratisch georganiseerd. Als in het parlement besloten wordt om A te doen, dan gaan we A volgen. En dan mag je er ook nog steeds een andere mening over hebben. Maar we gaan het dan niet anders doen. Want in zo'n land leven we. Want als we dat niet zouden doen, zou iedereen zijn eigen gang gaan.
En dat kan niet. We kunnen geen 17 miljoen mensen hebben die allemaal iets vinden en vervolgens zeggen van ja, dan maar niet. Dus respect voor andere opvattingen. Debat erover aangaan, erover praten. Maar nogmaals samenvattend, als maatregelen geaccordeerd worden door de Tweede Kamer, dan voeren we ze uit. En zo is het in een democratie. In Woerden wordt met spanning gewacht op het bekendmaken van de plaats waar gaat worden gevaccineerd. Verwacht wordt dat daar op korte termijn meer over bekend wordt gemaakt.